Eigenlijk waar ik heel trots op ben, is dat wij vanuit als die brutale jongens, die new kids, het bedrijfsleven zijn binnengekomen op onze eigen manier, op onze sneakers, wel met die jasje aan. En dat wij toch, ondanks dat ze de hele grote contracten hebben, misschien met hele gewoon grote bureaus, en dat wij toch de kans hebben gekregen en ons plekje daarbinnen hebben veroverd. En de organisaties ook laten anders kijken naar hun markt, naar hun opschiet van trainingen, wat hebben ze al en wat missen ze en wat kunnen wij ze bieden. Mijn naam is Michel Jansen, ik ben de oprichter van loopbaanlounge.nl. Het is een loopbaanadviesbureau, opgericht in Rotterdam ook. Ik ben hier geboren en getogen in Rotterdam. En ik denk dat wat mij echt een Rotterdamse ondernemer maakt, is vooral dat onze programma's, de producten die ik ontwikkel met mijn collega's, echt heel erg actiegericht zijn. Heel praktisch. Dus op het moment dat je weggaat van de sessies of met een product aan de slag gaat, dat je echt concreet weet wat je moet gaan doen. Stap voor stap. Ja, ik heb meerdere jongensdromen. Een van de jongensdromen is eigenlijk, we zijn begonnen als de new kids in de scene, dus in de loopbaanontwikkelingsmarkt. En dat wij als new kid de business binnenkomen, de bedrijven binnenkomen en met onze nieuwe programma's eigenlijk gewoon mensen anders laten kijken naar de arbeidsmarkt. Een inclusievere arbeidsmarkt creëren en eigenlijk organisaties helpen, onderwijsinstellingen helpen bij het vinden, binden van talent. En, maar wel op een hele leuke manier, want wij geloven in werk als platform voor geluk. En ik vind persoonlijk dat leren best leuk mag zijn. En vandaar dat we de programma's wel met humor doen en vandaar eigenlijk, ja. Ja, we zijn begonnen met in sociaal domein met onze loopbaanprogramma's. Toen zijn we met onderwijsinstellingen gaan werken. En via de onderwijsinstellingen zijn we traineeships gaan organiseren bij diverse corporates. En via de traineeships zijn we voor het regulier personeel gegaan in het bedrijfsleven. En daar zie ik nog wel een enorme markt voor ons. En dat zie ik ook aan de aanvragen die we binnenkrijgen. Is dat organisaties ook echt interesse hebben in onze programma's, in onze producten. En ik geloof echt in een stukje duurzaamheid daarin ook. En onze producten ja, worden omschreven als creatief en vernieuwend. Ik denk dat ik geloof ook echt dat de markt daar behoefte aan heeft. Ja, ik ben opgegroeid in Kralingen. Mijn halve familie woont nog in Kralingen. Ik heb op school gezeten in Kralingen, van de basisschool, middelbare school tot de HES. Allemaal in Kralingen. En waar ik heb leren zwemmen in het Kralingse Plas. Heel stiekem. Maar wat we nu met collega's en mijn vrienden nog doen, is we gaan 2 keer per jaar gaan we naar het Kralingse Bos. En dan hebben we een reflectiewandeling. Voorheen vond ik het echt enorm zweverig. Ik dacht, wat gaan we daarna doen? Maar ik merk dat het wel heel goed helpt bij het aanscherpen van je bel. Gewoon en weer de focus te krijgen van wat hebben we gedaan? Wat willen we nog meer doen? En hoe gaan we dat bereiken? En daar zijn die reflectiewandelingen die we daar doen eigenlijk heel concreet en helemaal niet zweverig. Ja, eigenlijk waar ik heel trots op ben, is dat wij als die brutale jongens, die new kids, het bedrijfsleven zijn binnengekomen op onze eigen manier, op onze sneakers, wel met die jasje aan. En dat wij toch, ondanks dat ze de hele grote contracten hebben, misschien met hele gewoon grote bureaus, en dat wij toch de kans hebben gekregen en ons plekje daarbinnen hebben veroverd. En de organisaties ook laten anders kijken naar hun markt, naar hun opschiet van trainingen, wat hebben ze al en wat missen ze en wat kunnen wij ze bieden. En dat wij daar nu hele mooie samenwerkingen hebben met een aantal partners landelijk. We werken nu van Groningen tot Eindhoven, van Wassenaar tot Brielle. En die contracten die we nu hebben met sommige organisaties, denk ik van ja, jongens, hebben we toch geplikt. En dat vind ik wel heel fijn. Ik heb er 2 voor de ondernemers. De eerste is een soort van 33% regel. 33% van je tijd moet je eigenlijk om jezelf omringen met mensen waar je heel graag naartoe wil gaan. Maakt je tegelijkertijd ook een beetje onzeker, omdat ze je eigenlijk, zij zijn al waar jij bent, jij bent daar nog niet. 33% moet je eigenlijk met peers, met leeftijdsgenoten omringen, omdat die laten jou zien dat je helemaal niet vreemd bent met je twijfels en dergelijke. En 33% meer van je tijd dien je te besteden met mensen die waren waar jij eerst ook was. Die kan je helpen, coachen, trainen. Die help je daarmee en tegelijkertijd geeft dat jou ook een energy boost en zelfvertrouwen boost wat je weer nodig hebt om met de grootste om te gaan, waardoor je jezelf heel erg ontwikkelt. En de laatste tip die ik je heel graag wil geven is gewoon starten. Bouw een brug terwijl je er overheen loopt en denk vooral wat nou als het wel lukt. Want we leven in een maatschappij waar we constant bezig zijn met productanalyse, marktanalyse en dergelijke. En als je zo lang gaat analyseren, heb je er op een gegeven moment geen zin meer in. En ik vind dat je gewoon op een gegeven moment moet beginnen geloven gewoon van wat nou als het wel lukt.